boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Historia, ¿qué tú hiciste? Historia, por hacer. ¿Por qué nadie resiste? Tus ganas deben ser. Ya salen las estrellas, mi viejo Jean Martín. De lejos y de cerca, nos traes hasta aquí. Levo tu camiseta, pegada al corazón. Los días que tú juegas, son todo lo que soy. Y ahora la saeta y ataca mi Madrid. Soy lucha, soy belleza, el grito que prendí. Madrid, Madrid, a la Madrid. Y nada más, a la Madrid. Zoals dit nu hebt gezegd, en nu gaan we verder. Dit was dus de vers 1, de vers 2, de vers 3 en de pre-chorus en de chorus van Hala Madrid. Dus ik heb een Hala Madrid t-shirt aan Real Madrid. Dus we gaan vandaag een EAFC 25 video doen op dit kanaal. En we gaan packs openen tijdens Trackstars en een deel tijdens FC Pro. Tevens is dit ook de laatste FC 25 video tot aan de Team of the Year pack opening. Dus enjoy het vooral, deze video. En dan zeg ik jullie guys graag terug bij de outro. Let's go. See. Okay, boys and girls. Het is maandag. Hi. Hi, boys and girls. Hi. Het is maandag. En wij hebben briefpakketten. Matvienko van Shakhtar Donetsk, denk ik. En Michailis van PAOK Saloniki. Saloniki? PAOK FC. Let's go. Oké, boys and girls, ik ben begonnen aan de Hero Upgrade pakket. En ik heb een Jumbo Guard pakket. En daar zit in Spits, Argentijns, Daniel Super League. Dat is Icardi. En ik heb weer wat folder voor dingen. Voor die upgrade dingen te doen. Oké, nu gaan we dus die mag er wel in. Pak die toch ooit terug. Tolisso mag er wel in. Want wanneer ga je die ooit gebruiken? Irene Paredes mag er wel in. Friedrich mag er wel in. Want wanneer ga ik die ooit gebruiken? Jimenez mag erin. Die Watts mag erin. Palacios mag erin. Majri mag erin. Linksbuiten mag Le Sommer erin. Rechtsbuiten mag Pizzini erin. En in de spits Pajor. Let's go. Een klein Acting Spurs pakket en een Hero pakket. De eerste Hero pakket dat we doen dit jaar. Allee, deze ERC. Nu hoop ik dat ik Shinola zo krijg. Klein Acting Spurs pakket. Er zit niks goed in. Manum, let's go. En nu de Hero pakket.
Sowieso een walkout. Linksachter, Spaans. Hey, is dat wie dat ik denk dat dat is? Het is de... Hey, dat is Cap de Villa. Hey, nice, Cap de Villa. Voor hoeveel gaat hij nog? It's a small dub. Cap de Villa. Hey. We get Cap de Villa in our Hero SBC. We get Cap de Villa in our Hero Pack. That's great. Then Cap de Villa can play instead of Robertson. Wow. Cap de Villa heeft nog voor Lierse gespeeld. Let's go, Cap de Villa. Oké, boys and girls, het is 5-7 s'avonds en ik ga eens kijken wat er nieuw is in FC 25 Ultimate Team. Trackstar is nog steeds in packs. Nog 3 dagen en 23 uur dat Trackstars in packs is. We hebben 30k op de bank. So that's good. Die mogen allemaal gewoon gediscard worden. Oké, we zitten nu op 32k op de bank. We gaan eens zien, seizoen, daar is niks nieuw, live. 1 landroom. Zou ik dat doen? Ik weet het al niet. Ik zit nog altijd met die player van de mond. Shit, dat ik moet doen. SBC's. Spelers. Aubameyang is erbij gekomen, geloof ik, vandaag. Oberdorf ook, denk ik. Of was dat gisteren? Ik weet dat niet. Aubameyang. Tak, 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 tak. 82, 83, 84 en 285. Voor Aubameyang. Nou, dat is wel goed. 77 plus player pick. Wat moet je maar inleveren? Een team met 3 rares en 5 non-rares. Dus daar gaan we al direct Nelson erin zetten. Heb hier misschien een non-rare. Gouden rare. Laag hoog. We gaan eens 1 keer zo'n player prick proberen. Misschien hebben we wel eens die in het pakken. Oké. Eze. Well, not good, not bad. I mean, is decent. Let's go. Daar heb je nog iets. Die muntenpakket is zo. Niet. Briefpakket hebben we daar straks al gedaan. Ah, hier, we kunnen nog een 25k pakket open doen. Dat gaat ons ook helpen. Hopla, en dan heb ik. Dan kunnen we nog een paar keer die SBC doen.
Dus dan doe ik gewoon zo. Selectieacties. Selectiebouwer. Goud. Naar hoog. En dan doe ik dat gewoon zo. Zo kunnen we weer virussen maken. Selectiebouwer. Let's go. Misschien kunnen we nog eentje doen. Hadden we daar perfect nog eentje kunnen. Oh, een Gabriel ingeleverd, what the fuck. Shit. Dan pak ik wel een andere center weg. Dan pak ik wel even een andere speler op center weg. Of ik zou hier uit die packs op Gabriel moeten denken. Dat was een van mijn basisspelers zeker. Maar nee, toch niet. Wie ga ik daar dan neerzetten? Misschien dat ik nog mijn speler pack. Mijn centerback of zo. Van Dijk of zo. Oké, ik heb er 5 klaargezet. Let's go. Geen walkout. Center mid. Dead. Dan weten we wat goed is als het Marosan is. 75x3, let's go. Walkout. Center back. Nederland. Ik vraag erom en ik krijg Virgil van Dijk. Who the fuck? What the fuck? Ik spreek het woordje Virgil van Dijk nog maar uit. En ik krijg Virgil van Dijk. What the fuck? Wauw. Big Daddy Virgil. Wauw, ik heb een betere centerback ineens. Ja, CVM. Spam. Allee, ik had dat iets. Ja, dat is niet, maar oké. Okay. 75x3. Let's go. Geen walkout. Centrumid. Ja, dat is onze centrumid van Serie A. C'est la vie, oui. Oké, nog eens een 75x3. Geen walkout, spijtig genoeg. Spans en geen keeper, want ik. Dat is kut. Samba. Wie is Samba? Wauw, ik vraag gewoon. Zeg gewoon zo door, leuk. Een Virgil van Dijk of zo zou wel leuk zijn. En dan pakt deze kut ook nog eens. Big Daddy Virgil! Let's go. Wauw. Ik pak Virgil van Dijk. Wauw. Oké, boys en girls. Het is dinsdag. Wij hebben wat. We hebben weer een nieuw niveau bereikt, denk ik. En we hebben de evolutie. Dit is het niveau 1 van de evolutie van Gakpo. Vrij gespeeld. Nu moeten we nog even wat spelen, maar ja, dat lukt wel. En nu gaan we naar de doelstellingen. En naar FC seizoen. En hebben we een evolutie. Dus ja,
Dan gaan we naar club, gaan we naar evoluties. Seizoensladder. Seizoens 2 ladder, uitmuntendheid. En aan wie gaan we het geven? Wieg Papa Virgil. Let's go. En ik wil daar straks op het werk picks aan dopen doen, player picks aan dopen doen. En ja, gewoon rustig player picks aan dopen doen. Wie pik ik? Martin Ødegaard. Ja, van die 77 plus player picks, en daar pik ik gewoon Ødegaard uit. Like, what the fuck. Ja, let's go. Oké, boys and girls. We hebben terug in. Een objective voltooid. 3 keer 81 plus, let's go. We moeten nog 3 keer spelen met Player de Mons. Let's go. 3 keer 81 plus, let's go. Geen walkout. Centerback, Spaans. La Liga. Wie is dat? Le Normand, amai. De Mazraoui en David, let's go. Oké, boys en girls, ik heb weer een 77 plus player pick gekraft. Dan gaan we Provedella. Let's go. Oké, boys en girls. Ik heb een 84 plus dubbel klaargezet. Maar eerst hebben we preview pakket. In het eerste preview pakket zit spits. Ja, Mitrovic. En Love Out. Oké, 84 plus dubbel. Let's go. Geen walkout. Cam. Spaans. Dani Olmo of wat? Dani Olmo. 85 zeker. 84, what the fuck. Oké, 2 84's. Let's go. Oké, boys and girls. Het is 7 uur op woensdag en we gaan eens zien. En we gaan eens zien wat er nieuw is in de game. Oké, we gaan eens zien naar het team van de week. Oké, in het team van de week zit Dinje, Oliveira, Taremi, Guiri, Kirby, Brahim, Jose Perez, Palma, Segovia, Garbet, Sanabria, Chacon, Kingsbury, Bronze, Toursaun, Dumfries, Horan, Tonali, Patrick Jaro, Gijsen, Marta, Eulingblad, Haaland en Cristiano Ronaldo. Oké, boys en girls, het is 19:21. We gaan eens zien. Play de mond. Spelen, let's go, hebben we voltooid. En dan gaan we eens zien wat we gaan krijgen. Eerst gaan we het previewpakket natuurlijk open doen. Let's go, previewpakket nummer 1. Oh, daar zit niks goed in. Shiro Immobile,
Let's go. Een eider Arana of dit over ons dan. 3 keer 80+, let's go. Let it in. Walkout, let's go. Centerback, Portugees. Ruben Dias. Let's go. En nu 84x2, let's go. Geen walkout. CVM, Portugees. Ja, Ruben Neves. En Vlahovic, let's go. Oké, boys en girls, het is ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is donderdag. En we hebben een spelerskeuze, 77+. En in de spelerskeuze zit Hoylund, Berardi of ja, Avila, dan gaan we voor Berardi zeker. Let's go. Oké, boys en girls. Vanavond hebben we sowieso wat meer fodder in de club terug. Vanavond hebben we sowieso de 2x87. Ja, deze zeker. Dus dan gaan we voor Grealish gaan deze avond. Dus dat is 1500 SP. Dat is gewoon bij dingen iets doen. Dat is gewoon bij managers creëren. Een paar dingen aanpassen. En dan 100x75. Dat is ook bij spelerdoelstellingen. Speelzaal uitrusten. Dat gaat vanavond wat meer zijn, denk ik. En managersdoelstellingen. Dan kunnen we 1,5k pakken. En dan nog misschien 12 keer scoren of zo. Dan ultimate team doelstellingen. Als ik er 7 spelers op zet, ik ga proberen 7 spelers zoeken voor straks erop te zetten. En 5 keer scoren met spelers uit Frankrijk, dan hebben we het ook al. Let's go. Oké, boys en girls. Het is donderdag. Het is bijna 8 uur. Ik heb net avond gegeten, maar dat maakt niet uit, want ik heb iets. Want het is het. Het is een nieuwe week volgens EAFC termen. Volgens FIFA termen of EAFC termen. Is het nu dus een nieuwe week en wat kunnen wij verdienen? Zet er 7 spelers op, 5. Kunnen we 1000 SP verdienen? We zullen eens zien, spelersdoelstellingen. Er is een speelcel uit, gaan we eerst doen. Managersdoelstellingen. Neem een coach aan, neem leiding en tactiek. Zet een trainingsplan op. Gaan we ook gelijk doen, dus eerst gaan we naar... naar spelerscarrière modus. Dus we gaan naar spelerscarrière. Spelerscarrière volgen. En we gaan gewoon voor die 100x75 nu voor te grinden. Let's go. We gaan naar mijn prof. We gaan naar persoonlijkheid. We kiezen hier een spelletje en dingen uit. Kopkanon. Maakt niet uit. Automatisch opslaan en... afsluiten. Oké, nu komen we op 3.9. 32.9 uit. En nu gaan we naar managerscarrière. Managerscarrière vervolgen. En daar gaan we nog 3 dingen aanpassen. En dat is... gaan we naar... team, tactieken... coach management moeten we hier ook eventjes doen. Hier pak ik gewoon een deze van Dijk. Let's go. Dan voorinstelling tactieken. Wacht.
gaan naar teammanagement, tactieken. Ik speel op kort passen dan. Spelers willen. Ja. Wat moeten we nog doen? Stel een trainingsplan op. Wijzig een team. Verdedig en aanpak. Ik zet ze op kort passen, wijzigingen opslaan. Hop. Trainingsplannen moet ik nog aanpassen. Trainingsplan. Gaat op energie gericht. Let's go. Dat is ook aangepast. En dan hebben we normaal gezien 1500 bij. Als ik juist ben. Ah, ik moet nog een coach aannemen. Dat is het. Dan gaan we naar. Nog eens naar managers carrière. En gaan we een coach aannemen. Wat ik vergeten een coach aan te nemen. Oké, gaan we naar team. Coach management. Gaan we naar verdediging. En wie gaan we daar aannemen? Marco Hoekstra. Let's go. Let's go. En nu zitten we aan. Nu zitten we aan dat. En nu ga ik er nog 7 spelers op de transferlijst zetten. En dan hebben we alles voltooid. Voor het seizoen te voltooien. Dus, dames en heren, boys en girls. We hebben het seizoen zo goed als voltooid bijna. Als we nu op Ultimate Team gaan. En wij gaan naar de transfermarkt. Naar de transferlijst. Dan zetten we die er gewoon op. Maakt niet uit. Ik zet die er gewoon op voor minimum listing. Maakt niet uit. I don't care. Het is niet dat ik op zilveren winst wil pakken, dus dus let's go. En dat conclude, dat maakt dus dat wij nu het FC seizoen hebben voltooid. Dus zouden we een 2x 87 plus krijgen. Een 100x 75 plus. En nu kunnen we kiezen tussen Donjal Malen of Jack Grealish. En voor mij is het belangrijk om voor chemistry te gaan. Dus ik ga voor Grealish. En hebben we dus Jack Grealish in de club. Maar nu gaan we dus naar de store. We hebben nog een paar preview-pakketten ook, geloof ik. Klassieke pakket, daar staat bij wel. Premium preview-pakket. In deze zit Ito. Heel hard veranderd, die jongen. En premium zilver preview-pakket. En daar zit in Van Rooij. Maar nu, eerst 100x 75 plus. Let's go. Krijgen we nu letterlijk geen walkout rechts buiten Marokkaanse Liga. Arda Güler? Of wie is dat? Krijgen letterlijk geen walkout of wat? Brahim.
Let's go. We krijgen geen walkout. 100 nieuwe items. Hé, dat is nice. We kunnen weer wat crafting upgrades gaan doen. Let's go. En nu? Maar we hadden allemaal op wachten. 7x2, let's go. Sowieso walkout. Spits. Engels. Hurricane. Hebben we dubbel. En wie zit erachter? Lewandowski. Hurricane en Lewandowski. We gaan Hurricane naar de dingen, naar de SBC storage. En ja, let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdag en we hebben weer een deel van die Centurions maken upgrade SBC gedaan. We zouden nog 60 moeten doen. Ik weet niet of ik ga zoeken. Want ja. Dit is echt wel zonder folder. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We hebben er 7 gedaan. Let's go. In de eerste is dit Wang Shuang. Let's go. Markau en Kluivert. In de volgende 3x75 zit zo waren borderspeler, denk ik, goalkeeper, Frans, Premier League. Dat is geen borderspeler. Het is Areola, het is een 81. Ik dacht een borderspeler, maar het is een 81. 75x3, let's go. En daarin zit een CVM, een Uruguayaan, een Premier League speler. Van Manchester United, dat is Ugarte. Dat is een 81. Dat is ook weer goed voor in die SBC te steken. 75x3. Let's go. En daarin zit. Geen walkout. Rechtsbuiten. USA, NWSL. Is dat Rotman? Is dat Rotman? Kan toch niet anders zijn dan Rotman? Ah nee. Purse. Wow. Purse. Bush gaan. Let's go. Een Oekraïner ook in de pick. 75x3, let's go. En Bamba. Die had ik dubbel zeker? Nee, toch niet. Adama Traoré zit ook in de pack. Maar een special card hebben, geloof ik. 75x3, let's go. Daar zit geen walkout in. Rechtsachter, Spaans. Van La Liga. Lucas Vazquez, of wie is het? Lucas Vazquez, I guess. Ja, Lucas Vazquez, 81 rated van Real Madrid. En David en Arias, ook in de pack. Volgende pack, 75x3. En daarin zit, geen walkout. Center mid, Engels, Women's Super League, Bark van de Barclays, ja. En daarin zit van Aston Villa, wie is dat? Nops. Nops, let's go. Nops, Lukeba en Zawistowska. Zawistowska zit. Ik weet niet hoe ik dat uitspreekt. En nu de 78x3 van de objectives. En daarin zit ook geen walkout. Rechtsachter Engels. Van de Premier League. Kan Trippier zijn, kan Walker zijn. Maar ik denk dat het eerder Trippier gaat zijn. Want ik zag het aan zijn loopje. Dat het niet Walker was. Maar het is een borderspeler. Dus ja, let's go. We krijgen twee borderspelers, Romagnoli krijgen ook nog erbij. Dus ja, let's fucking go. Oké, boys and girls. Wacht, ik moet nog eventjes mijn kabel insteken. Maar ja, boys and girls. We hebben een 5x75 plus, zoals jullie hier zien aan de... Op het scherm. Ja, op de opname. 5x75 plus, en dat zit in. Letterlijk geen walkout, centerback, Argentijns. Premier League, hopelijk Lisandro Martinez. Het is zelfs dan niet, het is Romero. Ook een 84 natuurlijk, ook wel decent. Wauw. En die hebben het natuurlijk.
Dubbel. What the fuck. Oké, boys and girls, we hebben de eerste SBC van de Hero pack gedaan. Jumbo Guard pakket en daarin zit. Hopelijk goede folder, Spits, Duits, Bundesliga. Het kan wel een goede folder zijn, ik weet het niet. Dat is UNDAF denk ik. Tegen 81, dat is geen goede folder. Maar ja. Twee dubbele items, let's go. Nu moeten de 85 squad zien te doen. En die ga ik jullie meenemen in de 85 squad. Wie mag erin? Deze mag erin. Center mid. Kovacic mag er wel in. Ga ik toch nooit niet meer gebruiken. Otamendi mag erin. Ga ik ook niet gebruiken. Deze mag erin. Romero mag erin. Lenormand mag erin. Links midden, wie gaan we er dan in steken? Fleury, want die ga ik ook nooit niet meer gebruiken. Rechts midden. Rafinha rechts buiten. Gaan we Endouw inleveren. Spits. Ja, Grizzy. Links buiten. Carrasco. Halen we het nog niet, dus dan moeten we eens zien. Voor een gouden zeldzame. Die dat we echt wel mogen weer doen. Isaac. Dat kwam er wel. Let's go. En hebben we nu ook de Hero Pack. En hopelijk iemand beter dan. Ja. Dan. Allee. Hoe noemt hem alweer? Moet ik eens zien. Hopelijk geen dubbele hero. Hopelijk iemand beter dan Cap de Villa. We gaan het direct zien. Let's go. En het is. Spits. Duits. Bundesliga. Is dat Vuller? Is dat Rudy Vuller? Of is dat iemand anders? Gomez! Mario Gomez of Visa? Oeh ja. Ja. Dit is niet waard, maar boeien. Mario Gomez, 88 rated, let's go. We hebben een nieuwe spits. Oké, boys and girls, het is vrijdag 7 uur. En welke promo is er live? FC Pro precies. Let's go. FC Pro. Oké, eerst Kadioglu, dan Forsberg, dan Tom Bakhti, dan Fabio Carvalho of Weghorst. Weg voor Woodrow. Let's go. Woodrow Weghorst. Ga eens naar SBC's gaan zien. En dan nog eens zien. Voor de rest niks. Nu zie je naar doelstellingen.
Dan moet ik 15 wedstrijden spelen. Let's go. Is er nog iets bijgekomen? Nee. Voor de rest is er niks bijgekomen. Geen nog één uur en één uur voordat ik de privépakket kan doen. Let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdag vandaag. En we hebben 14-0 gewonnen op de draft. En we hebben dus een draft klaargezet en een draft geëindigd. 14-0. En we hebben een premium goudpakket en een premium jumbo goudpakket. Eerst het premium goudpakket en daarin zit Gunther van Freiburg. Ja, let's go. En nu de premium jumbo goudpakket. Let's go. Cinta Rodriguez. Ja. Oei. Let's go. We hebben nog previewpakketten. En in de eerste previewpakket zit een rechtsachter, een Spaanse rechtsachter van de Premier League, dat speelt op Poro een keer. En dat is een 83. En nu Premier Zilver Premier pakket. Ja. En het is nu zaterdag en ja, SBC. Upgrades. We gaan die niet meer kunnen afwerken, denk ik. We hebben nog een 85 in de club die we weg willen. Nee, we hebben niks meer in de club. Let's go. Gaan we eerst deze wel doen, denk ik. Goud, laag hoog. Let's go. Goud. Laag hoog. Mag allemaal weg. Goud. Laag hoog. Mag allemaal weg. Goud. Laag hoog en mag dat er weg? Ja, dat mag wel er weg. En dan goud. Laag hoog. Hier moet ik aanpassingen doen. Oh, dat is mag alles weg. Let's go. We zien hoeveel moeten we er nog doen. Nog 55. Oké.
75-03. De eerste zit. Rechts midden. Frans. Bundesliga. Verliezen, denk ik. Ja, dat is heel veel lezen. 75-03, let's go. De Grova. Kan in de Olympische Stegen zullen worden. 75-03, en dat is in. Geen Walgoud. Centerweg. Frans. Alleen met elke maar dingen. Ja. 75-03, en dat is in. Geen Walgoud. Links midden, Portugees. Tegen Portugal. Nuno Santos. En nog in de 75-03, en dat is in. Geen walkout. CVM, Spaans. La Liga. Oké. Ja, oké, let's go. Oké, boys and girls, we hebben nog eens een pakketje. 2x78+. Let's go. Dat is in. Geen walkout. Spits. Nederlands. Eredivisie. PSV. Wow. En Beier. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb nog twee 75x3's klaar gezet. In de eerste zit geen walkout, een keeper, Italiaans Serie A. Ja, Provedel denk ik. Provedel, let's go. En nu nog eens een 75x3, let's go. Geen walkout. Center mid, Turks. Dat is kopshoe. Let's go. Oké, boys and girls. Het is zaterdagavond momenteel. En we gaan eens kijken wat er nieuw is. Ik zie hier nu al seizoen 3, voorsprong, dagelijkse duels. En dus we moeten twee wedstrijden spelen in een willekeurig Ultimate Team speltype. Dan krijgen we 2x 82 en 500 SP. Dan als we die... Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer voltooien. Dan krijgen we 3k SP. En dat zou echt wel goed zijn. Dus dan gaan we ook sowieso doen. 25 november, dat is maandag. Dan gaat FC Pro Live. Dus dan moeten we sowieso kijken. Op 2 december moeten we ook kijken. En dan krijgen we een 5x84. Oké, dat is ook allemaal goed. Dan gaan we kijken bij SBC's wat er nieuw is. Upgrades. Team of the Week player pick en voor de rest. Is er niks nieuw? Misschien iets van spelers te nieuw zijn. Talisca is precies nieuw. Voor de rest zie ik niet iets nieuws. Die boy is nog eigenlijk wel te doen. Let's go. Icon zijn er niet. Voor de rest. Ja, dit was het. Voor vandaag. Oké, boys and girls. We hadden toch nog een opname kunnen doen. Dus morgen hebben we sowieso gaan twee rewards. Ja, dat zijn de laatste rewards dat we open doen. Voor de nieuwe jaar. Pack opening. Dus we hebben... drie dingen voltooid. Deze hebben we voltooid. Dus we krijgen een 2x82, een 2x81 en een 2x80.
En nog eens een 82 plus pakket. De rest van de pakketten zal waarschijnlijk pas voor wij team of the year te zijn, dus ja. Ja, dan heb ik pas pakketten bij team of the year. Want wanneer team of the year is, kan ik pas die pakketten hebben doen. Oké, eerst 2 keer 80 plus en dat zit in. Geen walkout, center mid. Bobbelswitch, denk ik. Ja, en Parejo. 2,83. Let's go. 2 keer 81 plus en dat zit in. Geen walkout. Spits. Dat is oude, maar ja. Dat was de vlag van Gabon. Dus dat is Aubameyang, dat weten we zo. 2 keer 82 plus, let's go. En daar zit in. Geen walkout. Goalkeeper, Frans. Pico en Gimenez. En nu het 82 plus pakket. Dat is ook geen walkout. Center mid, Japan. Ja. Nagasato. Oké, boys en girls, het is zondagochtend. 7:15 ondertussen ben ik ook naar het Formule 1 aan het zien. Het is de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen kan wereldkampioen worden vandaag. En als het nu naar uitziet, gaat hij wereldkampioen worden. Maar 75 plus, maal 3, let's go. Oh ja, een FC Pro kaartje. Centerback. Ik rij het niet. Let's go. Maar wie is dat? Paolo Neto. Dan moet ik die gaan volgen, Paolo Neto. Let's go. Mancini en Camara. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben de evolutie van Gakpo voltooid. Dus hij is van 83 naar de 87 gegaan. Ondertussen zijn we stappen 2 in de race van Las Vegas. En nu is vandaag dus de laatste opnamedag van het jaar voor EAFC 25. Let's go. Premium goud pakket en dat zit in. Tyson. De goal. En nu kan ik mijn spits aanpassen. Kan daar Mario Gomez neerzetten. Selectieacties, de nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Let's go. Oké, boys and girls. Het is bijna 9:05, dus nu 9:03. En zoals jullie wel weten is Max Verstappen wereldkampioen geworden. Let's fucking go. Het is dus 9:03 momenteel en ik heb net gedaan met Formule 1 kijken. En ja, Max Verstappen is dus wereldkampioen geworden. Zoals we allemaal weten is Norris dus niet goed gefinished voor Max Verstappen. Het moeilijk te maken. En is Max Verstappen de wereldkampioen geworden in Las Vegas.
En het is bijna 9:05 en ja, ik ben nu blij dat ik, het is mijn laatste opname, alleen mijn laatste pack opening van het jaar. Ja, ik wou nog een ander pack opening uploaden, maar ik ga het niet doen. Ik ga gewoon vrijdag nog een ding maken, een andere video, waarin ik dus, ja, het... Ik ga vrijdag gewoon nog dingen doen. Ik ga vrijdag gewoon nog het nieuwe seizoen uploaden en dan is het klaar. Waarschijnlijk met FC25 voor het jaar. Dus dat is nu dus 9:05 en we gaan onze rewards openen. Speel, squad battles, goud 2. Goud 2, let's go. 5x73, 7000 munten en een mega pakket. Dus, ja. Eerst de 5x75 open doen of eerst het mega pakket? Eerst de 5x75, let's go. En daarin zit geen walkout. Keeper, dat is Kolasji. Let's go. En nu het mega pakket. Hopelijk zit daar een walkout in. Ook niet. Spits, Spaans. Ja, dat is Maratta. Waarom? Maratta. Ja. Let's go. Dan denk ik dat we nog één pack gaan open doen. Nee, toch niet. Let's go. Ja. Let's go. Dit was de laatste pack opening. Let's go. En dit was dus de laatste pack opening van 2024. Ik wil jullie guys graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik zie jullie guys graag vrijdag terug bij een nieuwe video. Vrijdag gaan we dus het nieuwe seizoen bekijken. Want het is bijna het nieuwe seizoen. Let's go. Ik zie jullie graag vrijdag terug bij het nieuwe seizoen. Let's fucking go. See you. Bye bye. Yeah.